gaan we het hebben over uitblinken in barre tijden. Our 2000 billion of debt cost us currently 40 billion euros in interest. Ja, ik vind het heel inspirerend. Heel erg te gek. En wat me vooral heb, is dat ik door de verhalen merk dat ik breder ga denken. Dat ik open-minded word en minder en narrow dan tot nu toe. Dus dat ik denk van, er zijn veel meer mogelijkheden dan ik tot nu toe in mijn eigen kleine wereld tegenkom. Dus voor mij is het heel tof. Mensen, managers, heel erg in zichzelf gekeerd zijn, heel erg met de organisatie bezig zijn, heel weinig bezig zijn met wat daarbuiten allemaal niet gebeurt. Inclusief mijzelf. En ja, zo'n dag druk je gewoon weer met de neus op het feit. Hoe is dat in het echt? Nou, helemaal niet verleuk. In het echt kun je failliet gaan. In het echt kun je huis kwijtraken. Nou, en daarom vinden mensen het zo leuk om binnen hun eigen organisatie te gaan ondernemen, want dan kan dat allemaal niet. Ik had een interview met Unilever, Paul Polman, die zegt, kwartaalcijfers, korte termijn, daar stoppen wij gewoon mee, daar doen we niet meer aan mee. Aandeelhouders, dit is ons strategisch beleid op het gebied van duurzaamheid. Take it or leave it, doet u mee, geweldig. Maar als u niet ziet dat dit de toekomst is, dan stopt het hier. Nou, Annemarie Rakhorst is net geweest en die vrouw heeft echt, dit is echt een vrouw met ballen. Die heeft zo waanzinnig veel pit en drive. En daar had ik zoiets van, wauw, die gaat gewoon door de muur. Die bereikt alles wat ze wil bereiken. Dat is heel inspirerend. Ik vond die meneer Simon ook heel interessant. Want die gaf echt een macro beeld van het nu en de toekomst. Dus allemaal heel interessant. Ja, die man straalde zoveel autoriteit op. Zoveel over globalization en global trends of business. Ja, een heel andere persoon, maar ook echt, dus ik denk, ja, er staat echt wel iemand en waanzinnig goede analyses. De toekomst is aan mensen die aan zelfverbazing lijden. En dat vinden wij nu nog vreemd.